Hey mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En in deze video ga ik jullie het verschil uitleggen in tractiecontrole modi op de Yamaha NT09 2017, 18, 19, 20 of 21. Precies dezelfde vorm heeft, weet ik eigenlijk niet. En ook belangrijk voor de mensen met een oudere Yamaha NT09, dus pre-facelift. Die heeft geen instelbare tractiecontrole, dus helaas. In tegenstelling tot de rijmodi die je kan instellen door middel van dit knopje tijdens het rijden. Als je je gashendel helemaal dicht hebt. Moet je op de NT09 helemaal stilstaan om te kunnen wisselen. Voor tractiecontrole kun je het niet doen terwijl je rijdt. Tractiecontrole is instelbaar door middel van dit knopje. Als je in 1 zit en gaat naar beneden, gaat hij naar 2. Tik je omhoog, gaat hij naar 1. Enzovoort, enzovoort. Maar je kan natuurlijk ook je tractiecontrole helemaal uitzetten. En dat doe je als je stilstaat door middel van je tractiecontrole knopje. Omhoog te drukken en uiteindelijk gaat hij uit en dan gaat ook je tractiecontrole lampje branden. Wil je hem dan weer aan hebben, duw je hem naar beneden, gaat hij naar 1. Nog een keer naar beneden, gaat hij naar 2. Belangrijk om te weten, tractiecontrole 2 is eigenlijk het allerveiligste wat je kan hebben. Je kan ten eerste namelijk geen wheelies doen. Zodra je ABS-sensoren 1 km per uur snelheidsverschil merken tussen je voor- en je achterwiel, dan houdt hij gas in. Je zal dat merken als je dan volle bak gas wegrijdt. Hij houdt gewoon in. Je accelereert, je merkt dat je voorwiel iets lichter wordt. Hij houdt in, dus je komt weer op de grond. Gaat omhoog, naar beneden, et cetera, et cetera. En tractiecontrole 2 zorgt er ook voor dat je achterwiel niet kan gaan spinnen. Dus als je over zand rijdt en je geeft gas, gebeurt er vrij weinig. Dan houdt hij ook weer gas in om te voorkomen dat je achterwiel heel erg gaat slippen. Tractiecontrole 1 daarentegen zorgt ervoor dat je wel wheelies kan. Als je snelheidsverschil merkt tussen je voor- en je achterwiel, dan houdt hij geen gas in, onderbreekt hij helemaal niks, kan je nog steeds gewoon mooie wheelies poppen. Tot welke hoogte? Daar zijn de meningen over verdeeld. Sommige mensen zeggen dat je een hellingshoek hebt van 45 graden of 60 graden. 12 kloks zou ik er in ieder geval niet mee proberen. Als je 12 kloks wilt doen, dan zou ik gewoon je tractiecontrole helemaal uitzetten. Maar voor gewoon normale wheelies, als je accelereert, je popt hem een beetje in de lucht, is tractiecontrole 1 perfect. Maar tractiecontrole 1 zorgt er nog steeds voor dat je achterwiel niet kan gaan spinnen. Dus als jij zand tegenkomt, waar dan ook, en je geeft gas, je rijdt er doorheen en het begint te spinnen, dan houdt hij weer in. Maar ik wil even laten demonstreren aan jullie wat tractiecontrole 2 doet. Dus als ik nu volle bak wegrij, of in ieder geval ik wil nu een wheelie doen, dus ik draai abrupt aan mijn gashendel. Oh, houdt in één keer in. En dan gaat je tractiecontrole lampje ook branden. Dus ik rij hier. Ik geef abrupt gas. Oh, en dan komt hij weer naar terug. Het is een heel onplezierig gevoel voor jezelf. Hier ligt sowieso heel veel zand. Dus ik ben blij dat ik tractiecontrole 2 aan heb staan. Ik ga dan ook niet als een held hier volle bak gas geven. Daar heb ik gewoon geen zin in. Maar wheelies zijn dus onmogelijk. Als ik ook nu probeer een clutch-up te doen. Stel ik rij 40 km per uur en ik wil een normale clutch-up doen. Je merkt dat hij komt heel even omhoog. En dan houdt hij in één keer in. Om te voorkomen dat jij een wheelie doet. En dat is ideaal. Als je dus dan een NT09 volle bak wil rijden zonder dat je bang hoeft te zijn. Dat je zeg maar wheelies popt. Is dit in principe prima. Dan tractiecontrole 1. En dan moeten jullie maar op mijn woord geloven dat je achterwiel niet kan gaan spinnen. Geloof me, dat heb ik al meerdere keren uitgetest. En ik heb geen zin om dat daar weer te doen en mijn achterband te verneuken. Tractiecontrole 1. Nu kan je wel wheelies. Dus als ik wegrij uit mijn 1 en ik geef abrupt gas. Hey, dan komt je voorwiel wel omhoog. Wat fijn. Kun je zeggen, oh wat een babyhopje. Ja, maar dat komt omdat ik geen fan ben van powerwheelies in mijn 1. Veel te oncontroleerbaar. Als je dan in één keer je gashendel snapt, dan word je daar niet vrolijk van. Maar met tractiecontrole 1 kun je dus wel wheelies. Je kan wel powerwheelies doen, wel clutch-ups. Maar je achterwiel gaat niet slippen. Dan maken we hier even gebruik van een stukje alternatieve weg. Gaan we hier naar links. En dan kunnen we weer doorrijden. Wat ik zelf persoonlijk heel vervelend vind aan wheelien met tractiecontrole 1 is dat die best vaak alsnog inhoudt op het moment dat je wiel loskomt van de grond. Dus stel je voor je komt een halve meter omhoog, dan houdt hij opeens in. Gewoon random.
Als ik hier omhoog zou wielen, tractiecontrole 1, weet... komt hij wel omhoog. Maar... ik weet uit ervaring dat hij alsnog opeens je gas kan onderbreken. En dat vind ik persoonlijk super irritant. Want ik wil gewoon 100% van de tijd weten... wat mijn voorwiel gaat doen. En dat weet ik zelf beter dan de computer. Dat is misschien raar om te zeggen. Maar ik weet prima hoe ik mijn gas moet doseren. Als ik mijn voorwiel op deze hoogte wil hebben. Ik wil niet dat ik mijn voorwiel ergens hier heb hangen. En dat hij opeens het gas dichtgooit. Dat vinden mijn voorkeringen niet leuk. En mijn ballen al zeker niet. Dan is de volgende natuurlijk. Tractiecontrole uit. En... tractiecontrole uit is het beste. Tractiecontrole 2 zou ik eigenlijk aanraden als je gewoon woon-werk rijdt en je wil zorgen dat er niks gebeurt. Of als je een hooligan bent en je wil jezelf controleerbaar houden, is tractiecontrole 2 natuurlijk perfect. Maar tractiecontrole uit, of tractiecontrole 1, mijn excuses, kan supergoed werken als je gewoon met een ride-out bent en je wil hem af en toe even over verkeersdrempels trekken. Kleine hopjes als je wegrijdt, daar zijn ze prima voor. Maar voor volle bak wielen, persoonlijk hou ik niet van tractiecontrole 1. Tractiecontrole uit is dan weer wel perfect. Daar kan je in principe... oh! tractiecontrole uit, daar werkt alles het beste, naar mijn mening. Maar, tractiecontrole uit, want daar had ik het net over. Tractiecontrole uit. Hey, dat doe je wielies het opeens weer wel. Wat gaaf. Wat gaaf. Mijn handen worden helemaal knuisjes. Wat gaaf dat je wielies kan. Maar met tractiecontrole uit wielt het veel fijner. Puur voor je gevoel. Maar je weet dus ook precies wat er gebeurt als je gas en dan opendraait. En deze meneer is volgens mij niet eens dat ik hier rij. Of hij is net naar het toilet geweest. Maar dat zijn dus de verschillende niveaus van tractiecontrole. Het is best simpel. Als je gewoon normaal casual wil rijden, wil zorgen dat je niks overkomt, zet je tractiecontrole uit. Wil je een beetje soort van coole wheelies doen, een beetje... dan zet je hem op tractiecontrole 1. En weet je heel goed wat je doet. Of wil je goed leren wheelien, moet je hem op tractiecontrole moet je uitzetten. Simpelweg omdat hij niet random opeens ingrijpt. Je rijdt rustig. Koppeling en achter hem en gas bij. Woe. Dat is hoe je het wel doet. Anyway, mochten jullie deze video nuttig hebben gevonden, laat het weten in de comments. En ik zie jullie in de volgende video. Later.